Ook vandaag hebben we weer een cybercrimezaak voor u. Deze keer gaat het over deze man. Hij loopt hier een appartementencomplex in Veldhoven binnen om bij een 88-jarig slachtoffer pinpas en pincode op te halen. Het slachtoffer denkt dat de man bij de bank werkt, maar jammer genoeg is niets minder waar. Want de bank zou zoiets nooit of te nimmer doen. Het slachtoffer was eerst door iemand gebeld die hem met een smoes overtuigde de pas af te geven. Er is gelukkig geen geld van de rekening van het slachtoffer opgenomen. Wel wordt deze man gezocht. Weet u wie hij is of waar de politie hem kan vinden? Laat het weten. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.